Media. Nee, want waarom is er niet een schrijfster die eruit ziet als Jan Wolkers ja. en die dan mannetjes bij de vleet heeft of vrouwtjes bij de vleet? Ik weet het. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik wil daar veranderingen in brengen. Ja, ik wil een schrijfster die nu opstaat die er precies zo uitziet als Jan Wolkers met zo'n kappa-jasje aan, zo'n grote buik en heel moeilijk gebit en heel veel uh, huidwerk waarvan ja, je denkt: oh, mijn handen jeuken <laughs> om daarin te gaan knijpen. En dan interesseert het er niets. Ja, we schrokken even van de bel. die Goedemorgen. Een hele harde bel. Ze het begin, maar we praten hoor. Het is altijd spannend om weer te beginnen. En dan gaat nu gaat die trein rijden en dan valt het ook wel weer mee. Dan vliegen we gewoon mee. Dan vliegen we gewoon toch? Tuurlijk? En dan zit je op die trein. We gaan weer problemen oplossen, gewoon voor de hele wereld. En voor onszelf. Ja. Voor de medemens. Ja, en we hebben ontzettend veel leuke reacties gekregen. Ja, ik ben echt dol en... op onze luisteraars. Ja, ja dus mensen zo... zijn heel bang, hè? Oh, het ja. ging dus vorige keer over onze ja. angsten, hè? Jij zei uh, het spookmeisje. Het spookmeisje bleek trouwens. Ook in de in Utrecht te wonen. Ja, en in de Vlissenefte bij de Erikse. Ja. Uh, ja, dus dat is. Ik een vind ding. Dat, vond dat fantastisch. Ja, en heel veel mensen, dus een soort. Ja, iemand zei Urban Legends, ja. Dat ook mooi. Over Urban het spookmeisje Legend. hebben gehoord. Maar wat ik het zieligs vond, was degene die zei: Ik zat jullie s'avonds op de fiets te luisteren. Toen gingen ja. jullie over dat spookmeisje die ja. dus bij je op de fiets komt zitten en toen durfde ik gewoon helemaal niet meer naar huis te fietsen. Toen dacht jee, wat hebben we gedaan? Dat is niet de bedoeling. Wat een trigger het het, het, lijkt juist, te geven. Ja, het lijkt me juist. Ja, precies. Het lijkt me juist leuk als je denkt: "Oh, wat, wat een geheim heeft deze stad en ik woon daar ook en ik ja. maak ook deel uit van de verhaal." En ik fiets nu net toevallig over ja. de Keizersgracht. Je moet gewoon over die Keizersgracht blijven fietsen. Dat meisje dat is ook prima, die mag er ook zijn en jij ook. Oh toch? ja. Ja, dat is eigenlijk de oplossing voor Zo dit moet probleem. Je nou, we hebben er alweer één getackeld. <laughs> Maar dat, die persoon ja. had daar die avond even helemaal ja. niks aan. Dat vond ik natuurlijk stiekem wel heerlijk om te lezen. Oh ja, mensen zijn ook heel bang voor The Ring. Dat meisje wat uit de televisie komt. Ja, dat kende ik dus. Ja, dat ken jij niet, hè? Maar dat is, uh, die, die komt zo op je afgelopen. Als een soort van spin. En die heeft heel lang haar. Oh, en als je die dus ziet, dan uh, ga je eraan. Ik word nu misselijk gewoon. Hè? Ja, nu dat's... al bij dat jij dat naam. Imiteert. Ik weet het, want chef, mijn zoon die keek heel lang naar een uh, YouTube-kanaal... dat heette Creepypasta. Daar was een jongen, die praatte helemaal zo. <laughs> en die zei, ik heb weer een ontzettend eng verhaal van uh, Creepypasta. En er was en, uh, daar die, daar een gezin in Japan in 1950. En dan begint hij een heel lang verhaal over oh, een man... Ja? die eruit ziet als een sirene in het bos, die kinderen meeneemt. God, iemand in een afvoer. Waarom die... willen mensen dit toch allemaal zien? Ja, hij is dol op giezelverhalen. Ja, en dus ook. hij de hele dag naar Creepypasta te luisteren. <laughs> Zoals Creepy, je, maar ja. pasta als in spaghetti, zeg maar. Creepy pasta. Ik vind dat een hele goede naam. Ja, en die jongen, die, ik mag hem ook niet meer nadoen, want ik deed hem het na. Uh, die mag, die, Hoe die, die oud is die Die vertelt alleen jongen? maar enge verhalen. Ja, ik denk 30, 25, 30. Oh, wat grappig. Ja, en hij praat in... helemaal zo. <laughs> en daarom is er nooit meer iets van de vrouw vernomen. En dan uh, nou, nou, volgende week kom ik weer met een creepypasta. Ik ben benieuwd of jullie dit ook kennen, creepypasta. Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit kennen. Ik yeah. vind het een geweldige naam. Is een heel goede Brabantse accent. Heel hey, op YouTube is dat Oké, okay, nou ja, het is een zware concurrent van ons, The maar rainbow. toch hebben we hem even. Een... Ja, en mensen waren ook bang voor, vond ik ook goed, eenden die door het raam. Eenden vliegen. die door het raam. Mensen zijn ook bang voor Thierry Baudet. Ja, nou dat snap ik wel. Zou hij dat zelf dan erg vinden? Of... Nee, vindt hij heerlijk. Vooral ja, vrouwen je? bang voor hem zijn, yeah? krijgt hij een reactie van, denk ik. Oké, okay. sorry, Thierry. Dat ik nou ja, ieder zijn ding gegeven, natuurlijk. Maar ieder zijn ding, uh, ieder zijn ding. 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 ding inbrekers, nou dat vind ik logisch. Ja, en de mensen ja, voor goed. vlinders en motten, ja, dat vind ik dus heel gek. Vlinders en motten, kijk, ik snap dat je bang bent. Hé, hey, een vogelspin in de gang. Wow, ja, dat, dat je zo dat is, denk, zo, dat is... Zo leuk of een zwarte weduwe of zo, maar, maar een vlinder. Ik denk, plots, hoe kan dat? Plotselinge bewegingen, weet je wel, dat je, ja. je dat je bijvoorbeeld motten ja. in je kast, vladderend dingen die pak je in je en in komt er zo'n... Ja, dat is onprettig. Ja ik, he, ja, ik heb het zelf niet, hoor. Maar ik snap het wel. Ja. ja Heel raar. Ja. Maar het, het zal wel iets te maken hebben met onverwacht uit een hoek komen. Ik, ik, ik zag ook laatst een keer een muis in de broodla. Toen deed ik ook... aan nee. Ja, dus de, dan schrik je, je natuurlijk toch ook. Je moet echt een kat. Nou ja, we vinden het <laughs> ja. dus super leuk om jullie reacties te lezen. Dus stuur het vooral in. Hé hey, Aaf, ja. um, mag, mag ik jou eens vragen... Hoe was je week? Hoe was je week? Hoe was de week? Nou, ik zat op een vrij hoog cijfer... En had dat, dat met het weer te maken? Uh, nee, want ik haat hitte. Ja. Nou, uh, het heeft uh, net uh, geomweerd. Dat ja. vond ik helemaal top. Uh, nee, maar dat had wel met het weer te maken, trouwens. Want we gingen naar het strand. Uh, naar ons huisje op het strand. Ja. En daar leefde, was ik echt een beetje Jan Wolkersachtig geworden ineens. Met heel veel naakt. En, en bedoel nou, je dat? Nou, uh, niet helemaal naakt. Uh, wel. Ik trek altijd hele random kleren aan als we ja. bij, dat, bij dat huisje zijn. Ja. Want dan kan het me allemaal echt helemaal niks meer schelen. Ja. Dus ik zag er echt heel gek uit. Ja. Daardoor ook wel weer leuk, vond ik zelf. Gewoon hele gekke, willekeurige kleding. Ik moet nu ook even denken aan Jan Wolkers. Die altijd die kappa, dat kappa vest aan ja. Weet je dat nog? In, in de tuin van Jan Wolkers in dat, dat is Altijd, programma. ja. ja ik ben wel eens bij hem thuis geweest hè oh daar ben ik ja, heel erg jaloers ja, op ja ik heb volgens mij ja dit is heel weird maar ik heb volgens mij het laatste interview met hem gedaan toevallig oh daar ben ik echt jaloers op ja in dat fantastische huis uh, op Tessel en uh, ja en zijn vrouw helemaal lunch gemaakt oh, ja dat was echt geweldig maar goed oh, dat da lijkt me ook zo'n lieve vrouw ja die is fantastisch dat was echt een hele lieve vrouw die heeft ook heel goed voor hem gezorgd ach maar goed, dat verhaal vertel ik nog een keer. Maar goed, ja. ik was dus een beetje als een Jan Works. Dus ik ging, ik ging ook schilderen in de tuin. Oh, wat lekker. Had je een grote hoed op? Uh, met de schilderen? Ik had geen grote hoed op. Maar ik, ik was wel zo met allemaal uh, verf en zo. <laughs> uh, random bakjes. En, en uh, oh, nou, naar het lekker. strand. Ah. In de zee springen en zo. Dus ik gaf hem een acht. Ja. Maar nu heeft vlak voordat ik hier aankwam... mijn dochter een beugel gekregen. En toen is het weekcijfer echt ernstig. Want weet, weet je wat het... Wat ik het moeilijke vind aan het ouderschap... dat je soms hele tegennatuurlijke dingen moet doen. Ja. Want je moet dan uitstralen... jij krijgt nu deze ja. beugel. Ik wil er even bij zeggen, het is een vrij heftige beugel. Ja. Een Hirax heet die. Uh, dat is een soort, uh, ja, een, soort, een soort kluis in je mond... die je als ouder steeds verder moet aandraaien. Het is toch echt ongelooflijk, Heel die beugels. Dus je zit erbij en je moet uitstralen. Dit is oké, okay, dit is top. Ja. Dit gaat helemaal geen pijn doen. Dit is heel erg leuk. En je denkt alleen maar: doe dit mijn kind niet aan? Ik wil het echt niet. Ik, 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 en dit heb ik wel eens eerder meegemaakt met medische ingrepen en zo. Mm -hmm. ik, ik, ik kan daar zo. Ik, 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 nou ja, ik ben dus eigenlijk ook halverwege opgestaan. <laughs> heb gevraagd of het alsjeblieft misschien toch niet hoefde. Wat natuurlijk helemaal niet zo slim is en zo. Ik denk dat die beugeltanders heel erg getraind zijn. Ja. Om dus dit soort ouders die dan zeggen, ik vind het zo verschrikkelijk. Kal te stellen. Ja, kal te ja. stellen. Je ja. wordt met vier, vijf zinnen, wordt je zo in een hoek geveegd. Je staat machteloos. Ja, nou, wij hebben wel gelukkig een hele beugel. aardige anders En ze heeft me ook ja. goed te woord staan. Maar ik, ik vind het... En het gekke is, ik heb het eerder een keer meegemaakt toen, toen was, uh, zij nog een baby En toen kregen ze heel veel... Toen uh, ze bloed afnemen. Oh, voor onderzoeken. Oh, heel naar. Ja. En toen was die arts als maar bloed aan het afnemen. En, en ik had al zo'n gevoel van: e, e, dit gaat niet meer. Er is gewoon geen bloed meer in die benen. En toen zei notabene, de verpleegkundige die erbij stond, zei tegen de arts, zo is het wel mooi geweest. En toen dacht ik, maar ik had natuurlijk nog niet zoveel uh, nee, meegemaakt. Niet. Dus ik dacht, oh, dat kan je dus echt zeggen? Je kan echt zeggen van deze medische ingreep gaat nu te ver. Of ja. weet je wel, dit voelt ja. niet goed. Of nou ja, dit. dit, dit Vind ik een heel ingewikkeld ding aan het ouderschap. Want soms moet je ze, je moet ze uh, prikjes laten geven. Je, ja, af en toe moeten ze een marteling doorstaan. Heb je zelf ook meegemaakt als kind? Ben je ook overheen gekomen? Ik vind uh, beugels uh, vind ik een twilight zone. Omdat met een beugel je er altijd over kunt twijfelen. Tenzij echt in heel extreme ja. gevallen. Waarbij mensen wat gewoon twee het bovenkaken het hebben of zo. Weet ik ja, veel wat. twee bovenkaken, dat is lastig. Uh, uh, dan moet er eentje uit. En de ander krijgt een beugel. Dat lijkt <laughs> me dat een heel duidelijk. Ja, maar. Ja, maar ik, maar ik, maar een beugel is natuurlijk toch een, een luxe ding. Zeker. En, uh, en in onze ik, jeugd ik, had bijna niemand dat. Nee, maar ik had bij er ons heen, had bijna maar, niemand een beugel. Het was echt niet zo wijdverbreid. Er waren er misschien drie of zo. Ja. Weet je wel? En, 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 dus je kunt er altijd over discussiëren ja. of het echt nodig is of niet. En nee, ik, het is niet ik vraag zo iets als. Het als het uh, af, uh, ja, als een. Uh, ja, weet nee, ik, het, operatie. Het, is, het is iets anders dan nog, nog, nog dan bloed afnemen of een of een blinde darmoperatie ja. of. Uh, Nee, een, dat een, moet een voet die scheef is, die wordt rechtgezet ja. of zo, weet je wel? Nee, dat is het lastige. Dat je denkt, moeten we dit allemaal wel doen? Ja. Um, wat, wat offer je eigenlijk op ja. uh, voor een perfect snuitje? Ja, precies. Want, ja, je ja, gaat je kind is dat de, altijd wel de, zo leuk? De, de neus ook niet laten opereren of uh, de, uh, de grote oren. Ja, weet je, dus precies, je zegt: Oh beetje... ja, uw, uw zoon heeft echt zo'n ontzettend grote neus. Ja. Ik denk dat hij daar heel erg veel last ja. van Dit laat wordt een probleem. Hij kan hem echt stoten. Ja. Ja. Als hij opstaat s ochtends en dan kan hij zijn neus stoten. Dan kan je er keer iemand om lachen. Ja, precies. En, ja. En, en hij vangt heel veel wind. Als, u, als uw zoon dan gaat fietsen, dan vangt hij neus zoveel wind Dat fietsen. gaat bijna ja. niet meer. Nou, dat kun je vervangen door tanden. En, kaken, en dan ja. heb je ongeveer het gesprek wat je met de orto hebt. Want ja. ik was vorige week ook bij de orto. Ja, want wij zijn in... allemaal de hele tijd ja, bij de orto. Ik, ik, ik woon bij de orto. Ja. Ik zeg, hoi, daar zijn we ja. weer. Weet je wel, hoi, Wee, hoe hoi. is het met jou? Ja, ja goed. En, en de, mijn kind lag daar en die had ook weer het komende jaar een beugel. Want de overbijt was echt zo erg. Er kwam nog iemand kijken ze gingen de overbijt opmeten. Het was ongekend. Ja, en het, het, was het nog het, nooit meegemaakt. Ik zei, maar wat maakt het uit als je als je volwassen bent een overbijt hebt? Ja, nee, dat, dan passen de tanden niet op elkaar. Heel, ze doen ook heel vaak dit. Ja. Ze ja. Passen, die tanden passen niet op elkaar en... Uh, je kan later, als je, je gezicht inzakt omdat je oud wordt, dan ga je ondertanden je gehemel te raken. Nou, dat wil je echt niet. Nee, dat nou, lijkt me zeer. Ik jij dat maar... eens van Yves gewoon nee. gehoord dat iemand het heeft. Maar ja, nee, we zijn weer een jaar verder en hij heeft nu uh, metalen veren in zijn mond. Oh ja die, ja, die heeft mijn zoon ook. Ja, dat noemen wij de Transformers. Ja, en, en, en die vliegen krijgt... er ook steeds uit. Ja? die vliegen steeds Padaa. los. Ja, dan zit je, krijgt... je op vakantie en dan komt die ja, Transformers. En dat is altijd op vakantie. Ja. En, altijd. En je krijgt altijd het gevoel dat je het verkeerd hebt gedaan ja. met een beugeltandarts. Het is Net als iets met een heel hè? ingewikkeld. Oh ja, maar mijn mondhygiënist is heel lief, die snapt nu. Af gaat het gewoon. Niet doen. Ja, ik, je stookt en je doet en je poets je tanden, maar verder kan je toch ook nee, niet dag in dag uit met je tandhygiëne bezig zijn. Nee, ik poets gewoon heel goed, maar stoken vind ik echt een iets. Mondhygiënist, ze doet echt alsof jij de beste vriendin bent en je hebt een half jaar niks van je laten horen. <laughs> zo, dat schuldgevoel daar ga je ook mee weg. Nou, daarom ga ik. Mondhygiënist, daar daar jezus. heb ik dus een goede band met bijvoorbeeld de schoonheidsspecialisten. Ja. Daar ga ik nooit meer naartoe. Want hoe? Nou, wat voor dan dan ging ze, ze zo een beetje zo je pukkels, je meeeters ja. uitknijpen. En dan eigenlijk een beetje zo doen van verdamme. <laughs> en toen dacht ik, ja, het is jouw beroepskeuze ja, jij, geweest. Jij, vindt jij het leuk. met pus in het is jouw komen. Hobby. Ja. Alsof een huidarts dat gaat zeggen. Gadverdamme. Nee, dat moet je juist van <laughs> fascineren ja, en van, je van houden. houden. Dan moet je ja. de hele dag plaatjes van googlen. Waarom word je anders gewoon een specialist? Ja. Dus toen dacht ik, ja ho, even, jij moet met al die frut gewoon in aanraking willen kunnen komen. Ik weet nu, er luisteren schoonheidspecialisten die nee, doen. Nee, spijt goed. me, sorry, en shout out aan alle uh, schoonheidsspecialisten. En nagelstylisten. Absoluut. Maar dit, als er iemand is die schoonheidspecialist is en die luistert hiernaar, kan die hier. En die dol is op mee eten. Dus Maar goed, dus ik kreeg <laughs> de week uiteindelijk een 6,8. Want ik was Jan ja. Wolkers, maar ik Kut. was ook een gestreste tijgermoeder. Want Jan Wolkers zou echt een hele grote busbult zou me geen flikker uitmaken. Nee, en hij had ook geen beugel. Nee. nee. En hij zag er toch toppie uit. Hij had er maar wel seksappeal, toch? Ja, vrouwtjes ja. bij de vleet. Vrouwtjes bij de vleet. Ja, maar dat is de mannelijke schrijver. Hè? Die, uh, dat die is er want... niet zo heel goed uit te zien. Nee, want waarom is er niet een schrijfster die eruit ziet als Jan Wolkers... Ja. en die dan mannetjes bij de vleet heeft of vrouwtjes ja, bij de vleet? Ik weet het. Ja, ik weet het niet. Nee. Ik wil daar veranderingen in brengen. Ja, ik wil een schrijfje die nu opstaat die er precies zo uitziet als Jan Wolkers Met zo'n kappa jasje aan, en <laughs> een grote buik. En heel moeilijk gebit en heel veel uh, huidwerk. Waar ja, waarvan je huidwerk, denkt: oh, mijn handen jeuken <laughs> om daarin te gaan knijpen. En dan interesseert het er niks. <laughs> We gaan trouwens, dat is een mooi boogje naar het straks het, 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 het hoofdprobleem. Hè? Ja, maar goed, inderdaad. Even, dat, ja, het boogje dat, dat, is dat, gewoon een wezen. Het, maar maar het, goed, dus 6,8 ja. is het ook eindconclusie. Ja. Hey, en jouw week? Mijn week was uh, prima. Alleen, ik moet jullie eerlijk zeggen, en dat heeft ook te maken, denk ik, met ouderdom. Dat ik was dus ook op het strand met mijn vriend. En die zei toen: God, wat vind jij van, uh, van die windmolens? Dus dat, ja, ik vind toch wel, ja, ik vind het toch wel lelijk. Wat vind jij ervan? En ik keek en ik zag het gewoon niet. Het hele, windmolen het hele windmolenpark gebeuren. zag ik niet. <laughs> dus ik, ik zeg maar windmolens, waar? waar uh, ja, er staat er gewoon een hele rij. Dat is dat nieuwe windmolenpark. Moet je en ik zag het niet. Oh, ook wel en, fijn. Twee weken geleden op een vogelwandeling. Mooi jongens, die gierzwaluw. Moet je zien. Ja, wat zijn er te veel, hè? Oh, ik zie ook nog een oeverzwaluw ertussen. En toen keek ik. Ik zag alleen maar lucht. <laughs> ik zag oh, helemaal niks. Ik mis jij allemaal? Ja, ja, en, toen, en, en laatst kwamen, de, kwamen er twee mensen op me af. En die, en die deden steeds zo. Die zwaaiden. En toen keek ik en toen, twee meter la, twee meter, toen ze twee meter van me vandaan waren. zag ik pas dat het mijn eigen buren waren. Oh god. Dus ik heb een oogprobleem. Je hebt een bril nodig, Lies. Ik, dat heb we, ik al ben min vijf. Oh, je hebt al min vijf. Ja, ik heb al min vijf. Dus wat doe ik verkeerd? Uh, hele ik heb glazen, denk ja, ik. Ik, ik, weet, ik heb al hele dikke glazen. maar ik heb nu lenzen. En die lenzen, daar kan je volgens mij kan je echt op bungee jumpen, want die lenzen zijn zo met min 5,5 natuurlijk zo sterk. Ja, dus jij ziet gewoon en je weet ook natuurlijk niet wat je allemaal niet ziet. Want dat paar ja, ik bedoel, wist jij veel. Ja, ik zie natuurlijk ook heel veel lelijke die Hondenpoep zie ik niet of ik zie niet een iemands meeeter. zie ik ook niet. Nee, dat scheelt. Maar ja, je ziet dus ook niet je eigen meeeter. Nee, nou, zo dicht bij de spiegel zie je denk ik wel wat, maar het is wel... Het is, ik vind het altijd wel. Ik heb dat ook wel eens dat ik uh, mijn bril niet op heb of ik ben gewoon heel wazig en dan, uh, dan herken ik mensen op straat ook niet. Maar nee. dat vind ik vind soms ook wel rustig dat ik gewoon <laughs> dat ja. ik gewoon. Maar ja, nou ik moet er nu iets mee. Zeggen, ja, je ik moet Ik heb iets ook heel mee. vaak dat mensen zeggen: kom eens, kom eens hier. En dan doen ze zo en dan vegen ze zo. Ik doe even, weet je, dan dan aan de gaan ze aan je duim. Nee, en dan vegen ze bijvoorbeeld etensresten oh, van ding. mijn gezicht of een tandpasta of. Gaan mensen met dingen voor jouw hoofd Ja, vrienden afweken. van mij die doen dat, ja. Wel lief, maar Kom eens hier. vrij kostig. Dan... haal het ze eraf. Oh ja, dan dus ik ze uh, je even op. Ja, dus ik durf eigenlijk bijvoorbeeld ook niet meer mijn wenkbrauw bij te tekenen. Want ik ben bang dat ik ze dan gewoon halverwege ja. mijn haargrens teken. Dat, 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 dat doe een, ik wel, ja. ja. Ik maak me ook heel vaak op in het donker. Dat is ook geen tip. Nee, want je hebt gewoon een dubbele wenkbrauw. <laughs> nou ja, dus ja, dat ja, wil ik, daar ik zeggen. Dan weer Daarom geef ik mijn week een zeven omdat je niet zoveel ziet. Maar ik ben bang om naar de opticiënt te gaan. Heb je op die vogelwandeling wel iets gezien? Want je houdt zoveel vogels. Ik was altijd steeds de laatste. En er was iemand met een telescoop. En die stelde die telescoop dan helemaal naar beneden. Dus op het allerlaatst kwam ik dan. Kom maar, Lies. Draaide die aan zo'n knop. Dan ging die telescoop helemaal voor hem op kniehoogte. En dan kon ik erdoor kijken. En dan was het door de telescoop. kon ik dan zelfs nog niet... De vogels zien? Nee. Alleen maar lucht? Ik heb wel af en toe dingen gezien hoor. Maar niet veel. Nee... Ik ben ook wel eens een keertje met, dat weet je wel, met Hans Dorrestein... Ja. gaan kijken wat de hoogtepunt van mijn leven was. Ja, ik. eigenlijk ben wel, heel he? erg fan van feitelijk Hans gezien. We hebben met z'n tweeën geen enkele vogel gezien. Hans Dorrestein heeft min die tien. Die bril, blind. Dus die zag helemaal niks. En ik zag niks. Niets. Ik heb alleen maar een boterham met kaas gezien die hij had gemaakt. Oh, wel lief. Ja. En toch is het de mooiste ervaring van je leven. Oh, ja, want het, het was fantastisch, maar niks gezien. Zo zie je maar weer. Ja, het, ja, het was meer het is, een Hans Dorrestein-behandeling. Dus dat uh, ja, inderdaad. Die heb ik wel goed gezien. Ja, die heb ik goed dat gezien. Is toch, uh, Dus dat mooi was een reden. Wat voor cijfer uh, verbind je hier? Dan aan? geef ik het een 7. Nou prima, want ik kan er toch om lachen. Snap ja. je? Ik kan er en toch het om... is ook leuk om een windmolenpark niet te zien, want echt mooi is het allemaal niet. Nee, dus je ziet heel veel lelijke dingen, zie je dus niet. Nee, dat Is ook wel weer mooi. Het Zou mooi zijn als je dat dan ook overdrachtelijk zou hebben, dat je dan stomme eigenschappen in mensen niet ja. zou zien. Oh ja, hier komt vast een keer een black mirror over. Oh ja, ja. dat je dat gewoon helemaal niet ziet. Nee. Dat je dat ingeprent krijgt. Je ziet alleen maar mooi Oh, wat saai jongen. Ja, dan Kun je ik... nooit over iemand roddelen? Kun je nooit uh, nee, hatewatchen uh, uh, met tv kijken ja, en zo? Dan maak je nooit meer ergens druk over. Nou ja, nee, het, het wordt het echt het super heel saai. Veel implicaties. Het heeft erg te veel implicaties. Mag ik dan even mijn mini-probleem Zeker, jou want aan daarvoor zit ik hier. Oké. Okay. Mijn mini-probleem is dit. Wanneer, als je dus irritaties hebt, hè? Ja. wanneer spreek je die uit? En wanneer denk je, hmm, volgens mij heb ik gewoon even een moeilijke dag of een lastige ochtend. Ja. Dus wanneer zeg je er iets van? Ja. En wanneer is het toch beter om je snavel te houden en te denken, weet je wat? Ik haal even mijn schouders op en ik uh, zeg het even niet. Oeh. En ik vind ben er gewoon helemaal niet uit. Erg moeilijk. Heel moeilijk. Precies, want soms doe je jezelf tekort door je uh, irritaties niet uit te spreken, dan laat je over je heen lopen. En soms gooi je alleen maar je eigen glazen in... door ze wel uit te spreken. Ja, of, Want, of kom ja. je over als echt iemand die op alle slakken zout legt. en Dat je denkt, jeetje mina, wat ben ik eigenlijk een zeikerd. Precies. Ja. En dat, dat geeft je dan de hele dag ook weer een kutgevoel. En je moet weer je excuses aanbieden. Ja, Je komt er altijd eigenlijk pas te laat achter. Dus nou ja, als je irritatie niet hebt uitgesproken... denk je, godverdorie, ik had ik toch het toch even maar moeten gedaan? zeggen. Ja. Ja. Of je denkt, ik... Uh, ik, ik heb heel erg spijt van dat ik zo op zit te zeiken vanmorgen. Ja. Oké, okay, wat vind je hiervan? Ik ben er super slecht in. Ik wacht namelijk altijd tot de pot compleet overkookt en ik de irritatie gillend ja. aan iemand vertel. Dat is niet het goede moment. Je moet het eigenlijk vertellen voordat je ja. krankzinnig van ja. irritatie bent geworden. Maar gewoon geïrriteerd bent. Ja. En uh, ik, uh, wat ik nu een beetje probeer te doen is te denken, zou ik hier bijvoorbeeld maagzuur van krijgen? Ja. Een beetje als graadmeter, hè? Van... Als ik er niks van zeg. Ja, precies. Gaat dit mij gaat dit een, een, ja. een gat in mijn hersens vreten? Of laat ik het even twee. Want je kan ook irritaties later nog benoemen, hè? Vooral als het een structureel ding is. Als Zou je het... denkt, die en die komt altijd te laat, of die en die laat ja. nooit wat van zich horen. Of die. Weet je, dat soort dingen. Dat je bijvoorbeeld voorneemt de volgende keer als Ineke te laat komt, dan ga ik wel dan zeggen: zeg ik luister, het wel. Als... Ja, oké. Okay. Maar, maar bijvoorbeeld een eenmalige irritatie. Um... Dat bijvoorbeeld iemand een tikkie niet heeft terugbetaald of zo. Dan kan je denken, ik laat het gaan. Ja. Maar als dat stelselmatig iets wordt, dan kan je het wel uitspreken. Dat vind en ik, een goeie. ik denk ook niet dat je het precies op die dag dan hoeft te zeggen. Maar je kan ook gewoon zeggen van hé, hey, wat ik. Sorry, maar wat ik echt best wel lastig ja. vind. Maar ik, ik zeg dit nu allemaal, maar ik doe het dus zelf helemaal verkeerd. Wil ik er even bij zeggen. Ik Omdat ook. ik dat heel moeilijk vind. Ik vind het heel erg lastig. Want het lijkt wel alsof het soms veel meer met mij te maken heeft... dan met de irritatie. Die is natuurlijk ook zo. Dus dat iemand bijvoorbeeld te laat is... of zich niet aan een afspraak heeft gehouden. Ja. Meestal maakt me dat dan helemaal geen fuck nee. uit. Dan denk ik, ja, god. Die, ja, dat ja, zit, zit vast in erg. het verkeer. Of ja, en, ja, en soms kan ik helemaal niks ervan hebben. Maar dat, misschien is dat een, een hormonaal ding. Maar... Ook. Zeker. En daarom wacht ik soms ook even. Ja. Want bijvoorbeeld dan denk ik s'avonds ineens... waar zat ik me nou zo ontiegelijk over op te vinden? Ja. En dat is natuurlijk fijn, want dan denk ja. je: oké, okay, die, die heb ik terecht laten gaan. Maar soms heb ik er de volgende dag nog een soort knipperend ooglid van. En dan weet ik: nee, dat, dat ja. zit me toch gewoon te dwars. Dit. Dus stelselmatig dingen ja, benoemen. Precies. Als het echt een structuur wordt. Precies. En even wachten. En dan, als je hier dan bijvoorbeeld vijf jaar, vijf uur later, nog druk over maakt, toch dan zeggen. ook zeggen: ja, oké. Okay, ja, dit zeg ik allemaal klost. alsof ik een psycholoog ben. Maar ik heb de theorie dat volleerde psychologen het zelf ook allemaal... in de praktijk helemaal niet nou, goed doen. Ja. Want wie is zo? Maar... Mijn moeder was uh, volleerde psycholoog ja. en die ergerde zich dood aan dingen. Joh. Ja, toch? Ik kon ook helemaal niet met irritatie omgaan. Maar met haar cliënten wel? Nou, met mij in ieder geval niet. <laughs> jij ophouden. betaalde er niet Hè? voor. <laughs> jij ja, kostte natuurlijk alleen maar geld. <laughs> dat klopt, ja. Ik heb heel weinig opgeleverd. Je bent een heel mooi mens geworden. Ach, die arme schat, mijn moeder. Nou ja, ja dus. therapeut lijkt me ook geen sinecure, eerlijk gezegd. Nee. Nee, nee dat is waar. Mijn ik zus is weleens... het nu en die. Oh ja, sorry, ja? wat wil je zeggen? Nee, zeg, ja, voor nou ja, zus, je zegt. Ja, mijn zus weet. is in opleiding tot therapeut en die zegt, jij kan me niet echt realiseren dat je acht uur per dag naar afschuwelijke verhalen moet luisteren. Dat vind ik een heel zinnige opmerking. Ja. En hoe ga ik daarmee om? Ja, ja dat snap ik. Kan ik dat eigenlijk wel? Ik vind acht uur ook lang. Ja, even een, die, die een wandelingetje. Amerika, hè? Dus ja. is het meteen begin om acht uur, morgens en om zes uur laten we je weer vrij. Oh, dat is je. echt best wel pittig. Ik, ik heb wel eens gehad uh, dat ik om vier uur s middags in therapie was. We hebben het echt over heel lang geleden. Niet jaren negentig, maar gewoon wel daarna hoor. Ja, de noughties. Uh, en dat uh, midden in een uh, hele lange, vrij saaie zin blijkbaar van mij... deed mijn therapeut zo. En ik zal zo even voor de mensen die dit dus niet zien ook even uitleggen. <laughs> En dat was dus, ik zeg even voor de mensen die dus alleen audio hebben. Als je moet gapen en je wilt dat niet laten zien. Maar je moet zo gapen dat de tranen uit je ogen springen. En je houdt je mond en je houdt op, je op mond, elkaar. Ja, alsof er een, een hardgekookt ei in zit. Oh, ja. En dat, ja. Oh, wat is er, en zo ook, begrijpelijk ook gewoon. Ik dacht ook, ja, wat zit ik ook eigenlijk hier te zeggen? Die arme man. Maar ja, ik. ik wil gewoon een dutje doen. Ja, die man die was gewoon, die dacht alleen maar, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Oh. Ja. ja, maar dat moeten ze ook op de therapeutopleiding echt leren. Van gapen zonder dat mensen het merken. Ja, of misschien zou die moeten zeggen, wacht even, liefst wacht even. Oh, Ja, oh, of je moet ooit in je oorlellen knijpen. Ja, een beetje, of om je, om je gemakkelijk water te in je gezicht gooien. Peter Faber zei een keer tegen mij: Je moet dit doen. Oh ja, zo heel, heel hard, dus wel hard. Met je handen wapperen boven je hoofd als je heel slaapt. Oh ja, vind ik echt voor Peter Faber. <laughs> ja, dat doe maar ik denk als... wel dat het helpt. Ik zie hem nog zo staan ja, in zijn de kostuum. Hele dag. Ja, met zijn handen wapperen. Maar oh, ja, het helpt ik... wel meteen trouwens. Ja, hij ja, wordt heel fit van. Bedankt, Peter Faber. Ja. Het is heel fijn dat je dat tegen ons oh, Ik hebt vind gezegd. dit een heel leuk verhaal ja. van dat hardgekookte ei. Uh, dus, maar ik kan hier echt wat mee. Ja. Ik, nog, ik ga het nog even samenvatten. Als het stelselmatig is, wel iets van zeggen. Ja. Wacht er even mee. Uh, en als je na vijf uur van een eenmalige nog steeds last hebt, dan Toch zeggen. melden. Ja. En als je denkt dat je er fysieke problemen door krijgt. Dus trillend ooglid, trillend ooglid maagzuur, ja. overgeven, dan... Dat soort bijwerkingen wil je niet doen. Nee. Irritatie. Tiaas, Nee, dat wil je niet. Nee, is gewoon niet leuk. Nee, dat wil je niet. Je wil niet sterven aan irritatie. Goed, Goed ik ga het in mijn innerlijke rugzak stoppen. verinnerlijken. Ik ga het verinnerlijken. Nou, dan heb ik mijn probleem. Ja, dat ik is ben weer heel een, een maatschappelijk probleem, maar ook wel een probleem voor mezelf. Ik, ik, toevallig had ik het deze week op een paar momenten dat, ik, dat dit op me doordrong. Ten eerste. Uh, dat ik op uh, de Instagram uh, van Liesbeth Rasker... dat is een hele leuke uh, influencer slash journalist... Ja. en die had het erover dat ze eigenlijk nooit een BH droeg. Uh, want het was helemaal niet echt nodig. En uh, ze, ja, ze had er gewoon helemaal geen zin in. En het valt mij ook op dat heel veel vrouwen van zeg maar 20, 30... geen BH's meer dragen. Dat ja. zie je gewoon, want ze hebben een heel leuk hemdje aan. Er zitten niet allemaal van die afzichtelijke bandjes uh, omheen. Ja. Dus dat. Nou, dus dat was één ding. Ja. BH. Toen, zag, toen viel me op, dat viel me al tijd op, dat heel veel vrouwen en meisjes okselhaar gewoon lekker laten groeien en ja. bloeien. En uh, ik dacht ook nog, uh, zij hebben wat beter beschermde uh, grenzen dan wij, zeg maar. Ja. In die tijd, toen we jong waren. Dus ze durven gewoon nee te zeggen. Enzo, of ja. ze durven. Ze weten dat dat gewoon kan. En ze gaan ja. er ook vanuit dat het gerespecteerd Kortom, ze hebben wel okselhaar, geen BH en wel grenzen. Ja zeg maar de generatie een half of een hele generatie onder ons. En wat daardoor voelde ik me in retrospectief zielig. Want ja. ik dacht wat de, wat de fuck heb ik ja. allemaal meegemaakt? Ja. Ik had bijvoorbeeld ook over met mijn zoon ja. van uh, mama scheer jij je benen en toen zei ik ja, en toen zei hij hoe vaak doe je dat? Ik zei nou in de zomer elke dag toen zei hij elke dag, weet je? Ja. ja, je denkt eigenlijk van ja, waar ben ik toch allemaal mee bezig/geweest? Ja. slash geweest. Ja. En ik moest ook ineens denken aan een verhaal van een vriendin van mij op de middelbare school. Ze was Amerikaans, maar ze woonde in Nederland. En ze ging altijd in Amerika op kamp in de zomer. Ja. En daar was een traditie dat alle meisjes die leuk genoeg waren, die lieten hun benen op het veld scheren door jongens. Wat afschuwelijk. Daar, daar moest ik ook ineens heel erg van walgen Wat op duizend manieren. Nou ja, kortom, dit alles. Het uh, zal ook wel een beetje door de zomer komen. Ja, nee, ik vind het en ik helemaal te verriechtig van. Ik ja, vind het eigenlijk he? verschrikkelijk. Ja, maar het ja. is natuurlijk. It, 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 yeah, ja. maar ik, ik, ik denk eerlijk gezegd, Aaf, dat vrouwen nog steeds niet van dit soort shit af zijn. Nee. Het is alleen nu, nog helemaal niet ik, ja, ik denk dat laat je eigen benen haar staan. Uh, uh, laat je okselhaar staan. Trek gewoon als je aan daar wat zin je lekker in hebt. vindt zitten. Als jij daar zin in ja, hebt. Ik ben eerlijk gezegd zelf niet gek op mijn eigen okselhaar. Dus oké, okay, dan schrik dan ik het liever af. maar, ja, ik, weet, maar ik denk als iedereen okselhaar zou hebben... Ja, dan zou je er ook, je ook niet meer over zou nadenken. Ik het ja, want je zit er natuurlijk helemaal niet op te wachten... om dat altijd af te halen. Nee, het is ook gedoe. Maar, maar het is maar een heel klein groepje ja. vrouwen... en een heel klein stolpje waar wij in zitten. Ja, echt. Die, die, uh, die, 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 die dat, deze bevrijding die, die, al Ja, een ervaart. generatie jongens en meisjes die dat nu zo ervaren. Ja, weet je? dat is waar. En de... Wie, en de, de de, de ringen daarbuiten, daar is dat nog helemaal niet aan de hand. Nee, ik weet nog Als dat ik een de... keer in een podcast zei van... oh, jongeren hoeven nu helemaal niet meer uit de kast te komen. Dit want is in mijn omgeving waaraf. was dat niet zo. Maar toen het kreeg ik ook echt wel genoeg. Post. Ja, ja. En, 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 de, en de normen en standaard waar met name meisjes, maar ja natuurlijk ook jongens, maar, maar, wij, ja. maar meisje is het nog veel heftiger aan moeten, aan voldoen. moeten voldoen, dat vind ik, dat, dat, dat kan ik gewoon wel om janken. Dat ja. vind ik zo erg. Nou, dat, dat is ook nog steeds. Ik, ik vind alleen dat er verbetering in zit. Dat zie ik gewoon aan mijn eigen stiefdochter, die 22 is, dat zie ik aan mijn dochter van Absoluut. 11 12. Ja, nee, dat is ook zo. Dat ik denk, oké, okay, ze zijn wel echt. Ja. Op een, het was niet... Met name in het nee zeggen. Ja, en ook in dat, het uiterlijk. Dat je denkt van vroeger was iedereen zo bezig, en dat zal op sommige plekken nog ja. steeds zo zijn, maar um, uh, was bezig van eh, iedereen moet lang blond haar en ja. paardenstaart en ja. een slank lichaam en. Uh, weet ja, ik en veel. als je als vrouw mooi bent, dan heb je recht van spreken. Ja. Of mooi bent, of wat dan mooi wordt gevonden. Hè? Ja. En als je dat niet bent, dan heb je eigenlijk geen recht van spreken. Nee. Dan zal in ieder geval geen enkele man naar jou luisteren. Nee. En daar alleen maar grappen over jou maken. En dat is nog steeds wel iets wat ik. Wat ik soms nog wel eens voel. Ook als ik al grappen hoor over feminisme. En die grappen vallen bij mij thuis ook de hele dag hoor. en ik moet eerlijk zeggen, ik scheit er gewoon van. En ik ben ook bereid om de ruzie over te maken. Ja, dat doe ik dus ook elke keer. Ik heb laatst weer een uur ruzie gemaakt over vrouwenvoetbal. Terwijl, ik weet eigenlijk helemaal niks van voetbal. Maar ik vind gewoon het principe dat er daar met zoveel dd over wordt gesproken, vind super. Per vind ik heel belegen en ja. oudbollig en ja, oudbakken. En let it go. Ja. Je hoeft er niet naar te kijken. Maar ga ja. er ook niet de hele tijd van die meningen over hebben. Nou, ik denk dat het voor heel veel jongens ook een ontzettende bevrijding zal zijn... als zij niet meer in een soort van keurslijf moeten zitten van ik ben een jager. Nee gaat zo vreselijk. Ik, 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 ik moet zo zielig. Ja mijn zoontje is zich de hele dag aan het opdrukken. Het kind is 13. Ja je jongens van nu zijn Ajaxpark. zo. Die zijn alleen maar met aan het ontspieren bezig. Ja dat vind ik ook. Ja uh, ik, vind het, ik bedoel ik vind het mooi hoor. Ja, ja en nee ik en ik ook vind bij het vrouwen feindt, ook dan prima. Maar, ja, maar je maar moet ik... het wel doen omdat je het echt wil en niet omdat je denkt dat het dat je anders niet leuk bent. Ja. Dat is het een beetje. Mijn zoontje die zei laatst, ja ik denk dat ik ondernemer geworden. Met een business. Ja, dat denken ze wel wat? normaal. Ik denk, het hebben ze met z'n allen naar die Andrew Tate zitten kijken. Ja, ja ik wil ook een business. Ja. Uh, maar, maar, maar meisjes ook met van dat gelegde haar en van die make-up tutorials. Ja. Waarbij en, mensen en die zichzelf helemaal inschaduwen. Wimpers, die, wimpers ja. die die helemaal als een soort zonnescherm over je gezicht heen staan. Ja, wimpersentience. Ja. Ja, ja ik... nee, het is waar. Je hebt gelijk. Ik ja, zit ik... het nu totaal te verheerlijk omdat ik twee mensen met okselhaar heb gezien. Uh, het stonde is ook, lang lang hè, Af, dat ik heb er zelf ook enorm aan meegedaan. Want ik had inderdaad heel lang blond haar, geblondeerd haar. Ik had een ontzettende poesje bij haar. Ik had hele strakke kleding aan. Uh, stiletto hakken op school met een peuk in mijn oh, mond. en jij stiletto hakken, een zon... hakken ja, op school? En, en gescheurde broek tot in mijn naad. <laughs> en ik zag er gewoon uit alsof ik uh, ja, bij de japjum aan het werk Mensenhandel. was. Menshandel. Ja, alsof ik in de mensenhand te groot. Maar, maar, je... maar en, en dan liep ik zo door de middelbare school. En dan werden jongens en ook docenten een beetje zenuwachtig. Ja. Als ze naar me keken. En dat, zo, dat zie je dan. Vond je, je hey, misschien ook leuk? Wacht even, sinds ik contactlens heb en mijn haar blond weer. doen mannen is ineens heel raar. Ja, het oh, is echt wel heel grappig. Dus, 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 ik maak, dus je maakt er gebruik van. Want je bent ook een beetje intimiderend. En vond je Mensen het niet in ongemakkelijk? Eng. Want ik, ik, heb dus, ik ben dus altijd een soort van grungy figuur geweest. Ja. En uh, het leek mij altijd ongemakkelijk voor die meiden in mijn klas met, met echt. Met, ja, die zagen er inderdaad uit als ja. vrouwen van 30. Ja. Maar ik dacht je, als iedereen zo naar je kijkt, word je daar niet heel ongemakkelijk van. Ja, maar ik kon dan net doen alsof ik daar heel erg boven stond. Ja. En uh, ja, wat kijk je nou? Ja, terwijl ik wilde eigenlijk ook heel graag naar de disco en, uh, en een afspraakje en samen ja. naar de kermis. Maar daar stond ik dan heel erg boven. Ja, want dus je bent de hele tijd aan het, afwijzen, ja. Ja, uh, uh, aan het afwijzen. En dus het is ook een manier om je te verhullen. Ja, Snap dat je dat je je verhult achter een soort stereotype Ja. Wat er van jou wordt verwacht. Dat is natuurlijk ook makkelijk. En daar sta je dan tegelijkertijd heel erg boven. Ja. Nee, en dat, is ook, is, dat is ook waar. Want en ik... ik heb er spijt van. Ja, echt? Ja, ik vind het jammer. Waarom heb je niet gewoon meer jezelf laten zien? Nou, op dat is sowieso 17e. denk ik belangrijk. Alleen het is heel moeilijk als je puber bent om überhaupt te weten wie dat dan is. Alhoewel ik het dus bij sommige pubers wel zie nu. Dat ik denk volgens mij weet je wel wie je bent. Maar ja. ik had bijvoorbeeld altijd een donkerblauwe trui aan. Ja. Uh, want dat leek me veilig, zeg maar. Dan daar ja. kon echt niemand wat op aan te merken hebben. Ja. Maar als, als, toen ik om de basisschool had, had ik altijd hele rare kleren aan. Bijvoorbeeld een handdoek om maar iets te noemen. Oh, uh, met een riem eromheen. Ja, en dan op de middelbare school wilde je graag, ik, oh, gewoon zichtbaar zijn. Blende met die ja, handen. En je. toen zei mijn vader heel boos: Je bent burgerlijk geworden. En toen dacht ik: Ja, maar ja, ik, ik kan niet meer in een handdoek met een riem. naar wat school. wat vind je ervan dat je vader dat zei? Ik vind het ook heel leuk van hem. Ja. 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 ja, want hij vond dat dus blijkbaar met terugwerkende kracht. Had hij natuurlijk toen nooit gezegd: hey leuk aan jou. Ja. Dat jij in een handdoek met een riemen stond. Ja, ging. of met een, bijvoorbeeld een trui van hem. die tot op mijn knieën hing. en eh, waar farce ja. majeur op stond. Op dat soort leuke creaties. Maar denk je niet dat op een bepaalde leeftijd even hoe dan ook de schaamte om de hoek komt kijken? Ja. En dat tuurlijk. je dus uh, en dat in wil blenden. Menselijk. En dan kom je misschien weer. Ja. Nou ja, da daarom geniet ik dus van die Jan Wolkers-momenten bij mijn huisje. Want dan Precies. voel ik me echt weer een soort. Ja. Dit klinkt heel erg. Een kind. Maar, ja, je, uh, maar je voelt je mooi op eigenlijk een soort intrinsieke manier. Ja, op, zo van: op, Ik heb nu een snoepie-t-shirt ja. en een boxershort en mijn renschoenen aan. En niet noodzakelijkerwijs heel veel ondergoed. Ja. En het kan me echt geen reetbommen. Ja, en je voelt je ook nog mooi en vrij. Ja, precies. Ja. Ja, loop ik daar met mijn hond. Dus, eigenlijk zou ja, je iedere puber, en zeker gewen. elk meisje willen gunnen dat je fijne gedachten hebt van binnen en dat je met vertrouwen de wereld tegemoet kan zien. En op een of andere manier word je daar ja. opener van en ook mooier op ja. een manier die veel meer past bij wie je zelf bent. Jezus, wat klinkt het afschuwelijk, ja. nee, maar, maar ik, dat ik het is wel zo. Serieus. Nou ja, maar ik, ik denk nu ook voor de jongens is het ook, want ik zie al die jongens in dezelfde kleding en, en ze hebben allemaal een Daily Paper trui en een, uh, ja. een, een voor ja. Weet je, ook bak Ja, dat is ja. Dus niet beter eigenlijk. Maar goed, wij weten hoe het is om een meisje te zijn. Dus wij, ik, ik, vond dat soms best wel een hele grote opgave en nog steeds wel, hoor. Ik zat gisteren naast een oudere man en uh, uh, bij een persding en die ja. stelde zich aan me voor en die zei van ik ben die en die. Ik zit al vijftig jaar in de journalistiek en dan denk ik ja. Ja, wat moet ik eigenlijk met deze informatie, ja. weet je wel? Dus dan, dan zeg ik dus als reflex oh, wat knap. Terwijl ik denk, ja, logisch, want je bent honderd ja. en je bent gewoon nog aan en het werk. je bent journalist, dus, ja, ja, precies. Ik, ik zit ook al 400 jaar in de journalistiek. Ja, het wordt steeds een jaartje meer vanzelf. Je bedoelt, je houdt er niet van als mensen zich laten gelden? Nee, het en op, ik vind op, dat bij de de eerste mannen, vooral ja. van nog een generatie boven ons, wel heel erg aan. Ik bedoel, ik ja. zou niet verzinnen om te zeggen, hallo, ik ben Aaf. Ik zit ik al 24 zit al jaar in de journalistiek. In de journalistiek ja. Ik weet niet eens hoeveel jaar ik in de journalistiek zit lang. Ja. Dus dat, dat, dat vind ik denk ook, ah, eigenlijk moet je nu gewoon zo reageren: van... oh, want ja, waarom ja. ga ik dan zo, oh? Vind ik heel irritant aan mezelf. Ik denk niet dat wij dit probleem vandaag uh, nee. kunnen uh, beslechten. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Nee, dat maar. denk ik niet. Maar weet je, soms is aan de kaak stellen ook al heel goed. Ja, ja. Ik vind het jammer dat, dat, dat ik daar zoveel gedachten aan heb gewijd. Zeg maar. Ik ook. En dat en, is een en, beetje zonde. En ook dat je zoveel oordeel hebt gehad over hoe andere vrouwen eruit ja. zien. Weet je wel? Ja. Dat je daar altijd maar iets van moest vinden. Of dat het bedreigend was. Of dat je je er juist boven voelde staan. Ja, echt. Of die heeft nog een dikkere reet dan ik. Dus ja, of ik dan ha, weer boven, die, he, die of, heeft een stomme en ja. ik niet. Dus ik zou zeggen, als we één steentje ergens aan kunnen bijdragen... dan is het wel aan niet uh, zo oordelen over... nee. Vrouwen. Over hoe vrouwen eruit zien. Zisterhoed. Oké, okay, prima, mensen. <laughs> nou, opgelost. Oh, en door. Opgelost. Verenigde Naties hebben gesproken. <laughs> Kofi Annan is er niks bij. We hebben ook een fascinerend probleem ja, gekregen ja, van een luisteraar. Te Die yes. kun je naar ons DM'en. Je kunt ze ook uh, naar ons mailen. Uh, hulp van Aaf en Lies, Het... Ja. Lieve Aaf en Lies, ik heb een probleem dat de afgelopen jaren steeds groter is geworden. Mijn beste vriendin woont met haar man en drie jonge kinderen in een huis waar het ontzettend smerig is. Het is nu zo erg dat ik er met mijn pasgeboren baby niet meer op visite durf te gaan. De bank is zo zichtbaar vies dat ik er niet op durf te zitten. Het stinkt er altijd. De wc is volgens mij al een aantal jaar niet meer gepoetst en je schoenen plakken aan de vloer van de ranja. Het is onleefbaar geworden. Om deze reden spreken we bijna nooit meer af. tenzij ze naar mij komt of we bij haar buiten kunnen zitten. Mijn zusje, ook bevriend, en ik zien dat ze het zwaar heeft en dat haar man vrijwel niets doet. We hebben tijdens haar laatste zwangerschap al een paar keer gevraagd of we haar kunnen helpen met schoonmaken. Ze zei dan: nee, mijn man helpt wel. Ons lijkt dat onwaarschijnlijk omdat hij ooit de kraamhulp heeft uitgescholden. omdat zij weigerde het huis schoon te maken. We willen hen graag helpen, maar niemand tegen het zere been stoten. Hoe pakken we dit aan? Oké, okay, ja. ik, ik vond het zo uh, heftig dat ik gewoon een paar dingen heb opgeschreven. Mag ik dat ja, je even zeker. met je delen? Ja, zeker. Oké, okay, uh, mensen die dit hebben, die willen vaak niet dat iemand hun huis ziet. Nee. Dus ik denk dat ze er ook niet zo op zitten wachten dat je op bezoek komt. Nee. Ze willen eigenlijk niet echt een oplossing, want het is ontwrichtend. Want ze kunnen het allemaal maar net bolwerken. Maar als je je echt zorgen maakt... of als je denkt dat het gevaarlijk is voor de kinderen of er zelf... Dat kan dan bijvoorbeeld zijn dat het heel smerig is, dus ja. dat er bijvoorbeeld echt poep op de venstersproblemen. Ja. ja, dat je dus uh, en dat je er bijvoorbeeld ratten ziet of of weet ik veel wat of maar het kan ook zijn dat er zoveel spullen in huis staan, want dat dat iemand ik, ik ken iemand die dat ook heeft. Ja. Waar ik ook al heel lang niet meer thuis ben geweest. Die heeft zoveel spullen in huis staan dat ik eigenlijk helemaal niet meer weet of je nog Bijvoorbeeld de boel open kan zetten. Nee, of, dat of je, nog je, marken... kan, je kan ook geen stofzuiger erdoorheen krijgen. Nee, en nee. ook plekken waar je al heel lang niet bent geweest, inderdaad. Maar ook dat je dus heel moeilijk met brand. ja, weg zou kunnen. Ook, weg zou kunnen. Ja, het levensgevaar. Als, ja, als dat zo is, dan moet je toch, denk ik, naar de gemeente of naar. Nou, als het dus kinderen zijn, heb ik opgezocht, dan moet je naar veilig thuis. niet ja. veilig thuis. En je hebt in elke gemeente ook een me meldpunten zorg- en woonoverlast. Ja, en ik zag ook een instantie en die heet, uh, dat heb ik even ook opgeschreven. Uh, je, uh, als je bij een woningbouwvereniging zit of je contacteert de GGD, dan hebben zij ook iets wat heet een bijzondere schoonmaak. Dat is met ja. hoofdletters. En dan denken mensen, wat heb je nou aan eenmalig een bijzondere schoonmaak? Maar soms is het voor mensen die het zelf niet meer onder controle ja. hebben een moment om weer te kunnen beginnen. Ja, in om ieder te geval. kunnen resetten, ja. Een soort reset. Maar wat ik ook... want ik heb ook een beetje onderzoek naar zitten doen... ik vond het best wel een complex probleem... Ja. Um, is dat uh, heel vaak is dit een symptoom... van onderliggende ergere problemen. Ja. Dus depressie ja. of mishandeling. Depressie. Ja. Of... En ik vind het eerlijk gezegd... Uh, voor de kinderen... Kijk, de volwassenen denken... Nou, oké, okay, dat, dat, dat is hun keuze. Maar de kinderen groeien op in dit huis. En ja. het is heel naar om in zo'n huis op te groeien... Ja. Want je schaamt je ik. en je wil natuurlijk geen, je vriendjes, wil geen vriendjes meenemen. Nee. Nee. Je, je bed is nooit lekker schoon. Je kan niet naar een schone wc. Het stinkt. Dat is afschuwelijk. Dus misschien zou het een idee zijn als je ook af en toe de kinderen eens zou nemen. Of als ze af en toe. Ja, of toch dat veilig uh, en thuis. En met die kinderen praten hoe het gaat. Thuis. Ja, ja. Want, want het is heel schaamtevol. Hè? Dus ik kan ja, me voorstellen is... dat een kind tegen een juf of een vriendin dit niet durft te zeggen. Maar ik, ik weet, want ik ben zelf ook in een best wel rommelig huis opgegroeid. Je schaamt je. Het ja. is echt niet leuk. Het ja. is echt rot om ja. je te schamen voor je leefomstandigheden. Ja. Ja. En, het, en het, het is ook gewoon psychische verwaarlozing. Ik vind het trouwens... Ik vind dat je een heel goede vriend bent. Een ja, vriendin bent als lief. je hier zorgen om maakt. Ja, haart. ontzettend lief. En ik denk toch dat je naar manieren moet blijven zoeken... Om contact te houden met je vriendin. En om te zeggen dat je je zorgen maakt. Ja. Kan ik misschien iets doen? Is ja. er misschien iets? Want ik zie dat het gewoon heel veel voor je. Ja, maar daar zou ik het niet over gaan hebben, nee, want nee, zij gaat je niet je, bij die man weg. Nee, gaat niet gebeuren. Ze hebben drie kleine kinderen nee, en, en zij en... zit aan hem vast. Dus dat, dat, maar ik heb zelf het gevoel dat er daar iets niet goed zit. Ja. Maar goed, dat weet ik allemaal ja. niet. Uh, maar het is... Want ik las het eerst dacht ik... oh ja, mijn huis was ook heel goor toen mijn kinderen nog klein waren. Want ik had ook nooit uh, tijd om al die kruimels ja. op te ruimen. Maar dit is een andere leak, zeg ik maar. Ik denk het ook. Een wc die al jaren niet gepoetst ja. is, dat is gewoon niet gezond. Dat schreef ook iemand nee. uh, op in, onze Instagram. Van, het is ook, wat jij ook zegt, het is ook gewoon een gezondheidsgevaar. Weet je? Het is ja. niet alleen maar wel wat vies. Ja, dus ik zou contact blijven zoeken, buiten blijven afspreken... en zeggen dat je je, dat je je zorgen maakt. Ja. Dat je het verdrietig vindt, dat je graag iets wil doen en dat ze er niks aan kan doen. Ja. Dat je nog steeds uh, van houdt Ja, want dat en, is ook de, heel duidelijk de, 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 uit. Dat je vriend wil blijven, ja. ja, ja. eigenlijk alleen maar een hele goede vriendin. Sommige ja. mensen denken gewoon, oh, laat maar ik ga er niet meer heen. Ik vind het een heel heftig, uh, heel ja, probleem. Ik, ik las hier nog af over uh, dat het dus heel moeilijk is om een, uh, om een oordeel te vormen over wat te vies is en wat ja. niet te vies is. Dat is heel lastig. Dus ja. Je kunt bedenken dat het als het echt over hygiëne gaat dat je dan moet denken dan is het te vies ja. en te rommelig dat is natuurlijk ook moeilijk om objectief een oordeel te ja en rommel, rommel is, is weer niet he? altijd vies uh, je hebt een clutter image rating scale dat is dus oh, dus, dan dus dan kun je echt zien ja, ja en dan oh. heb je stadia dan heb je verschillende stadia volgens mij is het één tot en met 7 of zoiets en uh, dan uh, moet je maar eens even opzoeken op internet dan krijg je dus een aantal plaatjes van bijvoorbeeld een slaapkamer Eén is gewoon oh, prima opgeruimd en dan twee er liggen er wat onderbroeken drie en dan en dan uh, plaatje zeven dan kun je het bed ook helemaal niet meer zien nee he? dan is het gewoon of, ingebouwd ja, door staan is het dus ingebouwd en dan vanaf drie of hoger um, kun je zal ik maar zeggen hulp inschakelen of denken nou ik um, ik kom ik, misschien ik, wel ik denk aanmerking. dat we hier iets aan moeten gaan doen ja, ja. En, en en ze vragen dus ook vanuit de ggd om mensen die zelf dus een bezoek krijgen van een instantie om zelf de clutter image rating scale aan te wijzen. Ja. En dan kunnen ze ook zien of mensen inzicht hebben in hun eigen Of ze clutter. een hoorder zijn of ja. niet. Want dat hebben mensen hè? vaak niet, hè? Die kijken er natuurlijk heel nee. anders naar. Nee, want het is namelijk hoorden. Dat is iets anders dan het heel smerig hebben. Hoorden is een, toch denk ik, een dwangstoornis. Ja. En een als je zegt, uh, Oeh, je hebt dwang, je moet ophouden met je dwang, want je dwang is niet goed. Dat is, heeft gewoon geen enkele nee. zin. Dus ik zou dan echt kijken of je Hulp kunt inschakelen. Ja. Want, je, want je komt niet zomaar van een dwangstoornis af. Door nee. te zeggen. nou we gaan dus even je oud papieren. Uh, nee, we gaan wegbrengen. lekker de boel op orde brengen. Nee, nee. En vaak kunnen die mensen ook gewoon. Eh, ik, ik ken nu iemand die is zo iemand aan het helpen, zeg maar. Ja? Die kan het zelf dus gewoon niet. Dus die, die, nee. die, 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 die betrekt hij die er ook helemaal niet bij. Nee. Die is ook helemaal niet in dat huis op dat moment. Nou, maar het, 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 bovendien, het is heel moeilijk. Om als je dwang hebt, als iemand zegt. Je mag ja. niet toegeven aan je dwang. Nee. Dat is nou juist. Waar je rustig van Tuurlijk. wordt. En, en die stapels kranten, die wil jij dus houden. Dus die, die moet iemand anders dan weg. Doen. Maar goed, het is een heel ingewikkeld ja, het... probleem. En ik denk dat het bij deze vrouw vooral met smerigheid te maken heeft. Ja. Maar goed, er zullen ook de nodige tijdschriftjes rondslingeren. ja Maar smerigheid is gewoon... Uh, 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 nou ja, en, en, en het roept ook trouwens een gezondheidsrisico. Een gezondheidsrisico, ja. ja. Ja, het moet verschrikkelijk zijn om met drie kleine kinderen en dat je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, ja. en ook nog die relatie dan verdedigen. Ja, ik vind als de kraamhulp vertikt om te gaan schoonmaken, is er wel iets aan de hand hoor. Ja, mijn kraamhulp ging zelfs de deurklinken schoonmaken. Vond ik trouwens hartstikke leuk dat ze dat deed. Goed, nou goed. Uh, ik, ik, ik wens jou daar heel erg veel succes mee, lieve brievenschrijver. Ik schrijver. ook. En heel goed dat je hebt geschreven, want het is alleen maar een daad van vriendschap. Ja. Precies. Ja, en niet van bemoeialerigheid. Nee, helemaal niet. Je bent geen bemoeialer, je bent een lieve vriend. Ja, vind ik echt. En welke Oeps. lieve natuurvriend is er deze week? Mensen, dan gaan we naar de natuur. Spannend. Okay, bril opzetten. Uh, ik schrijf dit verhaal over een dier dat ik nog nooit in het wild heb gezien. En elke zomer, en op vakantie ga ik met een leesbril in het gras kijken... maar ja, je weet dus nu dat het waarschijnlijk ik dan niks zie... of ik geluk heb... Maar uh, nee, ik doe vast iets verkeerds, want ze komt hier in Nederland wel echt voor naar het schijnt. Misschien gaat het me dit jaar lukken. De bitsprinkhaan. Kijk, een gewone springkaan die kennen we hoor. Als je door een mooie, ruige wei loopt, dan zie je ze wel eens zo voor je uitspringen. En ze luisteren naar hele mooie klinkende namen, zoals krasser, groene sabelsprinkhaan of het wekkertje. En als je er wel eens eentje weet te vangen, dan kun je ook voelen hoe ongelooflijk sterk die sprinkhanen zijn. Hè? Met alle macht zetten ze zich af op je hand en ze kunnen meters verder eindigen. In de sportschool zouden wij het allemaal natuurlijk tegen ze afleggen. Ze hebben allemaal een eigen prachtige geluid. En er zijn mensen die ze allemaal uit elkaar kunnen houden. Nou, die mensen die moeten wij uh, koesteren. Zo schijnt mijn opa Harry, heeft dan even niks met sprinkhanen te maken. Mijn opa Harry die schijnt, scheen alle Nederlandse grassen uit zijn hoofd gekend. <laughs> Oh, nu weet ja, ik waar jij het vandaan hebt. Alle grassen. Hij zei verder nooit iets, maar hij schrijf, kon al die grassen hij, uh, determineren. Bizar. <laughs> ik gun iedereen een wandeling op zijn tijd met een insectenliefhebber. Iemand die jou wijst op alles wat er op één vierkante meter te vinden is. Oh, hoe had ik nu maar zo iemand die mij dan ook op een mooie zomerdag de bitspringhaan liet zien. De bitspringhaan is, zoals mijn zoon zou zeggen, de apex predator onder de insecten met haar armen gevouwen als een vroom nonnetje... wacht ze roerloos tot er een ander insect of ander diertje voorbij komt. En sneller dan je kan kijken strekt ze die armen uit... pakt het diertje en begint er als was het een kroket aan te eten. Ik weet dit, want wij hadden vorig jaar een bitspring aan. Scarlet. Toen we Scarlet kochten was ze een centimeter groot... maar wel al zo gemeen als wat... Eén keer per week ging mijn zoontje naar de enge dierenwinkel... en daar kocht hij een eierdoosje met ter dood veroordeelde krekels. En vrolijk zingend begonnen die krekels dan aan hun laatste reis. Ze wisten gelukkig van niets, die krekels. Zodra we er eentje bij Scarlet in het terrarium lieten... vrolijkte Scarlet enorm op. Ze was pas een week of twee oud, maar ze leek nu al op de eindbaas uit Alien. Om de paar weken zat er een andere Scarlet in het terrarium. Twee keer zo groot. En dan was ze verveld. Doodeng. De krekels die moesten ook nog steeds een maat groter worden ingekocht. En in een dappere bui wilde ik Scarlet een keertje pakken om aan het bezoek te laten zien. Maar omdat ik een loveback ben, trok ik gele afwashandschoenen aan. Eerst probeerde ze te ontsnappen en toen liet ze woedend een hele rode buik zien, die ik nog nooit had gezien. En daarna liet ze zich dood neervallen. Ik vond het verschrikkelijk en ik had zo'n enorme spijt. Een paar uur later kroop Scarlet tergend langzaam de plant weer in. En ze had iedereen voor de gek gehouden. <laughs> Nou, mij maak je niks wijs. Scarlett dus was echt ontzettend slim. Als je binnenkwam, dan draaide dat enorme hoofd... in één vloeiende beweging zo... Ah. jouw kant op. En dan keek ze je ijzig aan. En soms had ze nog een halve krekel vast. Eén keer vloog ze naar de televisie... waar op dat moment een natuurdocumentaire op was. Ja, vliegen kunnen springkanen en springkanen ook. Al was het maar een paar keer... om de liefde te vinden. Liefde waar de eerste de beste Dominatrix nog een puntje aan kan zuigen. Want het mannetje wordt vaak opgegeten. Na een maand of acht lag Scarlett dood tussen de planten. Nou echt. En we hebben Scarlett begraven in de tuin en alle krekels vrijgelaten. Mijn kippen hadden ze onmiddellijk te pakken. En het leek wel het eerste seizoen van Game of Thrones. We zijn er nog heel lang stil van geweest. Het was echt verschrikkelijk. Ah. <Klacht> zo grappig dat jullie haar Scarlett hadden genoemd en haar buik rood bleek te zijn. Ja, het dat was, was fantastisch. al een gevoel wat jullie over haar hadden. Ze ging zo staan en begin moment die buik rekte uit. Daar zat allemaal van die groene segmenten en ineens was het alsof ze dus een rood, wow. rode bodystocking eronder had. Oh. Ja, het crazy. was crazy. Ze wil jou bang maken met ja. een rode kleur. Ze spreidde zo en ik was eigenlijk durf bijna niet te zeggen, best wel bang voor haar. Ja, nou ja, ik ben nu al bang voor de is dus dood. Het was echt zo groot. Ja. Oh, man. Ja, Maar mijn zoon wil nu een nieuwe. Um, wil hij ja. weer een bitsprink Ja, hij wil aan. weer een bitsprink aan. Ja. Waarom zou je het... Nou ja, het is wel een fascinerend dier. Ja, zijn er meer mensen die een bitsprink hebben? Ja. ja, en Vraag, hebben die er nog tips over? Hoe je een leuke tips? omgang met ze krijgt? Dus bijvoorbeeld op je schoot komen zitten en spinnen. <laughs> Kom, dat een beetje de eisen die ik aan een dier stel. Ja. Nou ja, het, het is wel prachtig om naar te kijken, hoor. Ja, slim. En slim ja, het, dat ze dood gaat liggen, vind ik ook slim. Ik moet ook zeggen, ik moet er even bij zeggen, we hadden echt een heel grote ding, hè? Met, ja. Met ze een lampje. Niet in een en nee, het was niet in een shampoo of zo. Het was een lampje met allemaal planten erin. Dus uh, ja, voordat mensen nu denken, oh, wat zielig. Nee, zo dat, ben je niet. Dat, 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 dat was toch niet zo. Het was meer zielig voor jou. Nou ja, goed. Kijk. Het, nou, was, het was op meerdere fronten heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Met Scarlett, ja nog vers op ons Netflix. <laughs> Ik zie er vormen waarschijnlijk nog enger dan ze was. Gaan wij uh, afsluiten. Ja. Maar jullie hoeven ons niet echt te missen, want we zitten ook woensdag in de Podimo-app. Ja. Uh, Denk... Met Podimo willen we iets behandelen wat, wat ontzettend lastig is uit te leggen. Maar uit wat de jaren negentig. Te maken heeft met de jaren negentig en met relatiegeschenken. Ja, toch? Geschenken. Geschenken. Het, het is. Het staat voor veel meer. Ja. Maar het is zo'n soort zwart ding waar ja. allemaal uh, soort naaltjes naar boven steken. Ja. En dan kun je dan bijvoorbeeld je gezicht inleggen. En dan heb en je dan een dan kunst... je... afdruk van je gezicht. Daar gaan we het over hebben. De titel gaan we nog even, dit allemaal iets comprimeren. <laughs> en we gaan het daarbij ook over anderen, dat soort geschenken. Zeker. En ook cultuur over cultuur. En over cultuur en over mooie mensen. Absoluut. En je kunt ons ook <laughs> volgen op Instagram, YouTube... TikTok en Podimo, hebben we al gezegd. Geef ons graag sterretjes via jouw favoriete podcast-app. En uh, dan zien we je over twee weken weer. Dag. Dag.